Nadat we in de vorige video Guybrush hebben gevonden die in de droomwereld in de Sea of the Damned vastzit, gaan we vandaag verder met ons avontuur door het tweede boek te accepteren. The Quest for Guybrush. We moeten hem terugbrengen naar de realiteit. Maar hoe gaan we dat doen, mevrouw Capsize? Hij is een beetje naar zijn schoenen gaan lopen. I see you noticed my new book. I wasn't expecting to get a package, least of all from Melee Island. But I guess Mojo works in mysterious ways. Told me everything I need to know. So now, if Threepwood is trapped in his own little fantasy land, we get to be the ones to tear it all down. It's the only way he'll ever agree to come back here. I've sent word to the Pirate Lord. He should be here in just a few... Ah, there is he. I hate it when he does that. Captain Capsize has been gracious 11. Enough to inform me of all you've discovered. It seems that Guybrush's current predicament is no accident. I still believe that Guybrush can become the legend he wishes to be. He has many more adventures ahead, but first, we must free him from the clutches of his old foe. LeChuck's a pompous old blowhard, but he's still dangerous. And if Threepwood is out of the picture, he'll go after Elaine next. Ah, yes. I understand he has something of an infatuation with her. That's one way of putting it. Anyway, the book also says there's a way to snap Threepwood out of whatever LeChuck's done to him. Then it seems the time is right to return to the Sea of the Damned. Allow me. Nee, maak even de portal weer actief. Heel goed. Only Guybrush knows how to reach LeChuck. You must do whatever it takes to make whatever him see the takes. Truth. If I were you, I'd start by visiting the island's House of Mojo. Something tells we me naar de voodoo lady. Expected. Waar we de vorige keer zijn geëindigd, moeten we nu naartoe. Lijkt me goed. Oliva? Ja, gaat zij niks zeggen meer? Nee. Nee, oké. Weet ik niet. Dan gaan we hebben instructies. Boot. Ja. Ik heb ik toestemming? Ik ga op, ja. Op de boot. Raak me aan met je harpoen. Op de boot gaan we wel verder lezen. Erg inefficiënt dit allemaal. Oké. Okay. Ik ga zwemmen ook, hè? Ja, even lezen. Corina's Grand Grimoire of Mysterious Mojo. Zo nuttig. Hier hebben we de Three Trials. We hebben de... Voodoo Doll, die kennen we natuurlijk. De ring uit Monkey Island 3. Oeh, die ken ik ook. LeChuck saw a lack of a meekness. Is Guybrush's greatest weakness? Oké. Okay. Nou, we moeten afreizen weer naar Melee Island. In de portal. Met de zeilen mee bewegen in de wind. Dan gaan we weer naar het Sea of the Damned. Ik speel automatisch muziek. Wat gaan we hier weer tegenkomen? Naar links komt LeChuck's schip aan. Oh. Kijk, oh, ja. We zien daar de Ghost Pirates. Die zien we al staan. Meteen worden we onderschept. Hello. Excuse me. Hey Bob. So sorry to bother you, but the captain would like a word. Ah, LeChuck. Well, now, look who's back to meddle in my affairs. Ye must be even more stupid than you look. Kan ik me haast niet voorstellen. Belongs to me now. Ben je echt even gezien? And that's the way he likes it. Ye can try and talk sense into him until you're blue in the face, for all the good it'll do. But while ye wastes your houding van die piraten naast met die handjes zo. As I please, ja, on dat is the Bob, sea, hè?
of thee. But I can be merciful. Once I'm running the place, if ye swear an oath to follow the orders of your nefarious new pirate lord, you could become richer and more powerful than you've ever dreamed of. I'll leave ye to consider my offer. I have work to do. Gore. Nou, Bob gaat ook weg. Hij gaat viool spelen. En zij zwaaien af. En dan gaan wij weer aankomen bij Melee Island, waar wij op bezoek gaan bij de Voodoo Lady. Ja. Die ons de volgende stap gaat vertellen. Ik heb de hele dag Monkey Island muziek in mijn hoofd gehad vandaag. Vind ik leuk. Kijk, daar komen we weer aan. Deep in the Caribbean, daar komt de Monkey Island muziek. Is wat vrediger dan de vorige keer. Ja. Zijn konijn gaat weer professioneel aanmeren. Ja? Hang daar de vorige keer. Lekker hoor. We gaan naar de Heart of Mojo. Ook even die kistjes vast openen. Misschien zit er geld in, hè? Misschien zit er geld in. Nee. Eerst naar de House of Mojo is de instructie. Maar ik kan me ook herinneren dat het in een vulkaan zat of zo. Wat? Dat de House of Mojo in een vulkaan of zo zat, of ergens in het bos? Nee, dat is in Monkey Island 2, zit het in het moeras. Ah ja, dat was het. Monkey Island 2 is een droom, hè? Ja. Nou, we zijn er hoor, Corina. I regret I could not summon you sooner, but things work differently in the Sea of the Damned. It took some time to devise a brew that will bring Guybrush to his senses. A potion that can convey the truth of the pirate life must be concocted using emblems of true pirate courage. The only way to acquire such things is three trials. To take the three legendary trials. Now that you have met with the legend the of Monkey Island, trials. I sense the pirate leaders may be willing to indulge you. Speak thievery, with them in the thorn mastery, and then treasure huntery. I'll be working on a drop of something special to help you on your way. Nou, dan gaan we naar de Pirate Lords. En die gaan ons dan helpen. Met de three trials.
Let's do it. Kunnen we hier weer geld op pakken? Nee. Al die gasten liggen nog steeds voor Pampers waar we eerder zijn geweest. Daar zitten ze. What brings you back to... I'm ready to undertake the trials. Where are these changes matters? The legend of Monkey Island doesn't waste his time with pirate wannabes. That may be so, but nobody's gone through the trials in an age and lived to tell the tale. Then it'll be their funeral, and all the more grog for us. Very well. With the governor's blessing, we shall begin the three legendary trials. There are three devilishly difficult trials every pirate must undertake, inspired by the legend of Monkey Island. You must master the sword and the art of thievery. And the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. Yeah. We've been doing this for 33 years, and you're still as clueless as ever. I have a very short attention span. You must prove yourself in each of these three areas. Yeah. Sword treasure huntery. Ik zei precies de zin uit Monkey Island 1. And gather proof that you've done it. Treasure huntery. Documentation to help you on your way. You can always ask us for advice. It's the least we can do for making the legendary trials so confoundingly impossible. Now your first task will be clearing away this accursed bar. Well, I can't see past his own beard out there. Well, if it's cursed fog you want clearing away, I happen to have considerable experience in that regard. There was a time at Sailor's Grave where all were weak. Oh, not the lighthouse story again. Get to the point. Very well. You must return to the mojo shop. To the mojo shop. And lay your hands on a mystical brew to dispel that infernal mist. Is that all? We could have told him that, you dim-witted decoration. Dim-witted decoration. Nou, wat staat er in het boekje? Ja, the idol of many hands. En we moeten weer een map en een schep hebben. En de Idol of Many Hands die is bij Stan's previously owned vessels. Captain Smirk, de OG. I could train you for the trial of the sword. 400 pieces of 8. Bio. Nou, en heel veel van die items hebben we al gezien dat we die gewoon kunnen kopen in de in shop. Zal het er nou... Oh, jullie zijn al lang weg. Ik ben nog aan het praten met iedereen hier. Oké, dan niet. Lopen we terug. Want deze man, kijk, die verkoopt de treasure map voor 1000 pieces of 8. Gold's no good to me. If you want to buy something, you need to cough up pieces of 8. Pref, nope, the Tri-Island ship. I heard there was this one ship where the crew... Well, anyway, only a... What do I look like, a career advice? Oh, and before you ask... Deze man is skeer. What parrot? Okay, nou, de House of Mojo dan maar weer. We zijn weer terug, Corina. Do you bring new? You are undertaking the three trials? Excellent. Then you'll be needing this list. Oh, kijk een lijstje. I have foreseen much that will aid you in the trials. Even in his slumber, Guybrush will be able to assist you. Facebook updated. The lines cross the sky, the birds help you fly. Yeah, the rubber chicken with a pulley in the middle. Die hebben wij gezien. Die lag boven bij de klokkentoren, toch? Ja. Of nee, die lag bij de shop. In de shop. Shop boven. Nou, er staat ja. Hier op deze bladzijde, ze moeten die kip, het zwaard en de map naar deze vrouw brengen. Oké. Okay. Die map, die kost 1000, zagen we. Ik ga met je... Oh, jullie zijn alweer in de shop. Jullie haast of zo? Haast? Ik ben gewoon gelopen. Ik heb niet eens gerend. Ja, ja. Voortaan blijf ik gewoon staan tot jij zegt of het links of rechts. Ik dacht, we zijn... kijken of er wat Ik dacht, is. Ik weet iets. Het is de kip. Ja, die kost 550, wajo. Maar we hebben geen geld. Nee. Waar verdien je geld mee? Maar...
Oh, praten met mensen. Het boekje staat bij Melee Island Spectacular. You can earn coin here. Ah, daar ook van coins. Pirate swords have I wish pirates still could. Even de kerk lopen. Well, most folks would say it's the legend of she lives away out in the forest. Oh, well, the thing about... Okay. Nope, I've now. I should probably... Not unless you've got something real, but I do have a few spare notes of credit lying around. Kijk, if deze shopkeeper... Is in het midden. Daar moeten we heen. De shopkeeper zegt, ik heb credit notes. En als we die aan Guybrush geven, dan hebben we geld. Je moet met mensen praten. Okay, ik ga met die credit note naar Guybrush. Die shop... We kunnen verder bij die mansion als het goed is. Dat staat op die map ook. Dan kun je naar die tentjes waar je dat geld kan verdienen als je hier rechtsom loopt. Oké. Okay. Pickpocket Guybrush kan ik doen. Ik heb een sleutel gepakt. Storage chest key. Waar is een storage chest? Nee, die kan zo open. Hier? Ja, hier. Oké. Okay. Oh ja, Captain's Inkwell. Kan ik natuurlijk mijn dingen mee vervalsen, of niet? Hier, hup. Hier. Hier is een veer. Ja, die moet erbij. Writing quill. Kijk, dan pak ik dit blad nu. Zo, dan gaan we even zijn handtekening vervalsen. Netjes hoor. Zo, dan brengen we die weer naar de shopkeeper en dan hebben we ons goede geld. Terwijl hij daar lekker ligt te pitten. Ahoy there, Fancy Pants. Welcome back, Fancy Pants. I hope you're... Not unless you've got... But I do have a few spare notes of credit. We'll talk. Wacht, moet de ding in mijn hand houden dan. Oh ja, give sign well, credit I'll note here. Well, you actually got it signed. That'll do nicely, store credit. Now take your time and look around. I'm open all hours. We kopen een kip. Ja, en een zwaard hier. Ik wil de kip graag kopen. Goed. Equip it at the armory. We moeten dit zwaard activeren. Ik loop nu met die kip rond, kijk nou. Ja, die kip die zit in ons ding. Hier is de armory, daar moeten we het zwaard activeren, het quest zwaard. Kun je dat ook doen? Welke is dat dan? Degene waar een lichte ding bij staat. Waar zo'n lichtje achter staat, dat is de quest item. Ja. Het enige wat we dan nog moeten halen is... hoe heet het? Die map. Ik ben deze kip rond. Ik denk dat we met store credit niet die map kunnen kopen. Nee, maar op die map stond ook dat je bij die circus tent geld kon krijgen. En dan moet je bij die mansion rechtsaf. Oké, oké. Cornelius is al heel ergens anders naartoe gelopen, zie ik. Ik was naar het schip gelopen voor de armory, maar waarschijnlijk is in de shop ook een... Ja, dat zei hij ook namelijk. Hier achterlangs, Marlijn. Stond op die map. Niet? Nee. Ik denk wel dat het daar ergens is. Hoe komen we er? Dan moeten we dan via de lookout ergens naar... Oh, misschien kunnen we het pad af nu. Wat ja, is, dat denk ik, afgevonden. Ja. Dat is het. Dat ja, denk ik. We moeten de berg beklimmen. Dat had ik net ook kunnen bedenken trouwens. Sorry. Kunnen we nog bij die kok nog geld krijgen, omdat we daar gewerkt hebben de vorige keer? Misschien wel. Kunnen deze gasten nog iets vertellen over geld? Of over iets anders? Let me guess. Another
pirate wannabe. Not a bit. Let me guess. You see those fancy ropes strung all around the place? I probably shouldn't tell you this, but a pirate... I'd better not say any... Kijk, we kunnen heel eind gaan lopen. Deze man zegt, je kunt gewoon fast travelen met die kip in je handen. Hey, I remember you. Hey, you're in luck. Zeggen ze, do you see all the ropes everywhere? Well, then you, it's been a while since that. But if you don't have the general store, might Wacht. Well, you won't find anyone. Find yourself. Dan moet het toch ergens een begin zijn. We zoeken een touw. Waar zijn jullie? Een touw aan het zoeken. Ik zie geen touw. Huh? Geen idee. Ja, ik heb ook geen idee. Dan gaan we de berg maar over. Ik val ook in het water. Een kip in mijn hand. Haha, die kip piept. Als je springt met die kip in je hand, dan kipt die. Een kipt die? Ja, dat is echt heel leuk. Ik ben easily entertained. Jullie rennen echt hard, jongen. Ja, als je springt ga je langzamer. Maar die kip maakt dan een leuk geluidje. Niet efficiënt natuurlijk. Nou, wat jij wil, is jouw kip. Die man nog verborgen geld heeft hierboven. Hij staat hier nog steeds. Now see here, I don't have time. Nou, hij heeft niks meer te melden. Ik val. Ik zie wel het circus daar, maar... We kunnen hier niet naar beneden. Ik zie het ook, ja. Maar moesten we ook... Hoe komen we daar? Iets van een drankje om mist weg te halen? Misschien kunnen we daar pas heen als de mist weg is gehaald? Is dat wat er gezegd is? Dat denk ik, dan weet ik niet. Maar, oké. Voor dat drankje moeten we dan bij die House of Mojo kijken. Maar dan moeten we ook daarvan bedenken, waar gaan we dat dan gebruiken? Heel erg ver van het bergpad aflopen. Niet? Nee, dan word je weer helemaal naar boven geteleporteerd. Lekker hoor. I don't care what you say. Oh, we zijn blijkbaar ontslagen uit de keuken. Oké. Ergens snap ik het wel. Ja. Return to me when you are equipped for the three. Nee, we kunnen pas met die vrouw praten als we equipped zijn voor de three trials. Dus we moeten alleen nog de treasure map vinden en daarvoor hebben we geld nodig. Ja, terwijl als je in dat boek kijkt, staat er dat je geld kunt verdienen bij die circus tenten. Ja, maar daar kunnen we nog niet heen. Pirates Lord, leen mij geld. Met wie hebben we nog niet gesproken?
Die dude zei iets over touwen waarmee je kan fast travelen. Ja, maar dan moet je misschien die area wel ook eerst al vrijgespeeld hebben. Ik zie überhaupt geen touwen. Ik ook niet. Deze man zei dat. You see those fancy ropes strung all around the place? You see fancy ropes? Those aren't just strung around all the place. Fancy ropes strung around all the place. Gold's no good to me. If you want to buy something, a trade? I don't think so. Maybe I could be convinced to accept a chart. The shelves in that old mansion must... Nou, kijk. De mapseller die zegt, als wij een map kunnen krijgen uit het huis van Guybrush, wil hij die wel ruilen voor zijn map. Nou, dat vind ik een goed aanknopingspunt. Ja. Je kan hier wel inderdaad boeken uit de kast trekken. Dat lijkt me een goed startpunt. Ik zal niks doen voordat Tom er is. Ja, we zijn er al. We zoeken een map. Bad Puns for Bad Pirates. Is het eerste boek wat ik vind. Lekker hoor. Lekker hoor. Lick the Silver Spoon. Is een ananas. Famous Pirate Quotations. Hey, die komt uit Monkey Island 2. How to make invisible ink. How to care for bookworms. Great Shipwrecks of Our Century. Dat zijn allemaal boeken uit de games. Lekker hoor. Calligrafie voor beginners. The Unabridged History of Cheese. Geen boek voor jou, Marjolein? Sowieso. Kaas B. De map was. Ik denk dat ik die kast wel... kaas. Je kunt elk boek ook even kort lezen. Mhm. Ik heb hem. Ja? Ja. Lekker. Hij zat in het boek How I Blew Up LeChuck. Het is de kaart van Monkey Island 2. Dan gaan we deze kaart aan de verkoper geven. Dan gaan we die ruilen voor de echte kaart. Is that one of the governor's famous sea charts? Okay, you got a deal. The treasure map is yours. Nobody else wanted it anyway. Zo. Kijk, dan hebben we nu alle items gevonden. To the monkey. Ja, kijk, dit is precies de instructies van de andere game. Return to me when you are equipped for the... I've collected everything. Now you are almost ready stap. For what lies ahead. But I have one last gift to bestow. Krijgen een gift? I have used the last of your root beer, along with many other strange and dangerous ingredients, to brew a magnificent mojo potion of unrivaled. Potency. Lijkt me goed. Now it is time to dispel the mist that cloaks us from those in your world. Take my potion to the island lookout and pour it into the fire. Set Mele Island free. Gaan wij doen? Eerst aanpakken. Hey. Gaan we weer de berg klimmen? Potion of New Horizons.
Dan gaan we inderdaad de berg weer beklimmen. Dan gaan we dit in het vuur gooien. Flinke wandeling. Nee, die gelooft niet in leven als een piraat. Ik ben een ninja. Opvallend stil hier op de berg. Zo. Dan wachten we even tot Marjolein er is. Ik ben er. Dan gooi ik de fles in het vuur. Gather your crew before continuing. Daar gaan we. What did you do? What's happening? Het vuur wordt groen. En er komt meer mist uit. En heel handig. Mist met mist bestrijden. Misschien weer. We gaan allemaal kaarsjes aan hier. Boy, yo. Kijk nou. Ja. Krijgen we nu ook onze kippoelie methode? De pootjes. We kunnen nu naar beneden, ja. Er is een looproute. Ja. Clearing the clouds. Daar is ook de ghost ship daar in de haven. En nu een boekje dingen. To the monkey. Hier is een trap, maar hier is een touw. Oh. Laat ons kippen. Leroy. Oh. Hey, hier loopt een piraat. Dan moeten we leren swordfighten met die piraten waarschijnlijk. Gaan we eerst naar het circus? Ja. Dan moeten we betalen ook voor leren swordfighten, toch? Ja, bij Captain Smirk. Dan moeten we tegen de grote apenrobot. In de game moet je wel met een pan uit de keuken circus in. Hier is dan een kar. Zit er wat in waar we wat mee kunnen? Nee. De Fettuccini Brothers. Zijn zij aanwezig? Fettuccini Alfredo. Me? You're the one who insisted upon audience participation. People only take part if there's a big flashy prize. But 10,000 pieces of eight? We don't have that kind of money. Would you relax? Nobody is actually going to succeed at this. It's impossible. They'll try, they'll fall, the audience will laugh, and everyone will go home happy. We don't know that it's impossible. And we can't possibly test it ourselves. Yeah. So we find a volunteer. Dat was over moeder dat Cornelis gaat doen. Wat? Fishhead. Toady. Whistle. Shush. We have company. Hallo Pep. Hallo Pep. Welcome. Come in, come in. Your timing could not be better. How would you like a chance to win a prize? A grand prize? A glorious grand prize of 10,000 pieces of eight.
Or thereabouts. By being the first to try our death-defying... But perfectly safe, huh? Melee Island Spectacular! The latest, greatest creation of the amazing, acrobatic... Fabulous, flying, phenomenal... Fettuccini, brother! That's us! When you are ready to become a superstar, talk to my brother Bill about your costume. And my brother Alfredo to go through the routine. Ja, we'll lijkt me ready goed. When you are. Ik zal eens gaan praten met deze figuur. You have to be in costume to take part in the Melee Island Spectacular. If you don't, have you never been to this, the most important part of your costume? Well, you do here. That way you get spared. Okay. It is an unbelievable. Of course we do. Pirates and the pirates are all about. You can ring that. Nou, geweldig. Ik moet een kostuum aandoen. So, zegt what hij. You say? It's the latest part. We take a volunteer from the Aldi. It may not make you as famous as the... Okay. What do I have to do? Head to the start line and ring the bell to begin. You must climb the ladder, cross the tightrope and ring the second bell. You must leap across. Oh, het is parcours. Binnen een bepaalde tijd waarschijnlijk. Joepie. It's time for the grand finale. You hit the ground. We don't expect you. Nou, geweldig. Ik ga een kostuum aandoen. Ik ook. Kan dat hier? Nee. Hoe komen we eraan? Costumes. Kan ik niet gewoon beginnen? Kijk, waar is de eerste bel? We eindigen bij het kanon. Dan beginnen we hierboven. Ja. Zo. Trekken we aan de bel. Waar is de bel? Ik ben blind. Ik denk dat het dan niet kan omdat we geen kostuum aan hebben. Costume kan je te take part. Oké. Okay. Letterlijk dat. Hij zegt kies een kostuum achter ons. Er is hier een vanity chest, maar er zit geen kostuum in. You have to be in. Have you never been to the circus? The most important part of your costume. Safety helmet. Safety helmet. Oh, yeah. Well, you do here. Huh? That way. Oh, het zijn allemaal zo los. You can pick one up from over there. Over where? Zijn wij dom? Hij zegt, you can pick up a costume from over there. Oh, hier. Ja, pick up circus costume. Ik heb er één. Oké. Okay. Zo, costume. Kijk, we gaan. Ik ga naar boven. Marjolein, dat is het plaatje. Ja. Moeten we hier naar de overkant al? Ja, daar is de eerste bel. Ik heb ook niks begrepen van wat we moeten doen. Oh, we moeten naar boven hier. Oké. Okay. Let op. En nu? Je bent bij de laatste bel. Is dat zo? Ja, de eerste bel is hier. Waar is hier? Oh, beneden. Oh, wacht. Ik heb dit. Nee. Ah. Ik zit nu gewoon bij de tweede bel gaan staan. Werkt dat? Weet ik niet. Oh, sorry. You're disqualified. Kom op. Ik snap. Ik blijf wel beneden staan, oké? Okay? Ik snap niet wat we aan het doen zijn. Nou, ik heb de eerste bel gerinkeld. Dan moet ik hier over die verschillende plateautjes springen. Denk ik of niet? Waar is de volgende bel? Hier, onder mij. Toch? Waar ik sta nu. Toch of niet? Ik zie niet waar je staat. Oh. Oh, daar. Nee, huh? Ik zie daar geen bel. Hier zo. Hier zie ik boven mijn bel. Oh ja. Oh ja, dan ga ik daar naartoe. En dan? Moet je naar het kanon? Ja, hier zo en dan ziplijnen. Oh ja.
En jezelf afschieten door de ringen. Sterkte. Je moet wat hoger richten. En twee. Nee. Au. Nog hoger. Ik denk zo. Ja, oké. Okay. Begin ik opnieuw. Ik richt hem wel. Ja, maar we gaan even inderdaad even proberen. Ja, perfect. Ja? Laat hem zo staan. Oh, ik spring mis. Noep. Maar het kanon staat goed. Ja, dat denk ik wel. Oké. Okay. Cornelia is succesvol afgeschoten net. I think that I can make it. Goeie muziek ook. Ja, dat is OG muziek, hè. Lekker hoor. En nu? Doe moes. Geef geld. Ja, kijk. Spectacular superstar. Doe moes. Lekker hoor. Lekker dit. Oh, geef geld. Dan kun je tegen elkaar nog competen. Now see here. I know we said that the grand prize was 10,000 pieces of eight. Het zal wel iets minder zijn. But we forget to mention the administration fees. We did. Oh, we did! And the mandatory Tri-Island Entertainment Tax. Canon maintenance charges. Custom cleaning. Voluntary compulsory contribution to the Melee Island Circus Orphans Foundation. And the freight charges. So taking all of that into the account... Your prize totals? 404 zelfs. 404 pieces of eight. Waar is die 4 dan voor? I'm so geen idee. Jealous. Misschien nog iets later. Maar... Dat ben ik gay. Nou, wat moeten we met die 400 doen? Cornee. Nou, we houden dit aan, oké? Okay? Wat moeten die we met die 400 moeten we betalen aan de man die ons gaat leren zwaard vechten. Oké. Okay. Dan gaan we daar maar naartoe. Lijkt goed. Hier gaan we het bos in. Maar dat moeten we nog niet doen, denk ik. Wat is hier? Het staat toch in ons boek wat we moeten doen in het bos? De route. Ja, maar dan kom je bij de Swordmaster uit. Nee, bij de Treasure Hunter. Oh, dat klopt, ja. Dat kunnen we ook wel doen. We toch hier zijn. En hebben we daar 4 voor nodig. Skip to the tune, don't be late. Start your dance at the Forest Gate. Nou, dat is hier de Forest Gate. We gaan er binnen. Komen we op een kruispunt. Stick to the trail, swing to the right. Cross that bridge into the night. Cross that bridge into the night. Komen we weer op een kruispunt hier. Swing to the left, quick as you can. Deze dus. Dance to the camp. Camper, ja. Hier is een man. Ja, dat is een soort fight, man. Die moeten we later hebben. Twirl and spin till someone sees, then dance to the light, to the sign in the trees. Twirl and spin. Moeten we dan weer terug? Dance to the light. Is er iets met die sterren? Twirl and spin. Betekent dat niet dat we terug moeten? Of moeten we verder? We kunnen maar één kant op. Of terug. Verder lopen? Ja, dat was... Dat is wel richting het maanlicht, zeg maar. Zijn gele bloemen. Hier zie je een paraat. Oh, hier zie ik licht.
Is ook een geest. Ja, hier is licht. Oh, hier wordt al gegraven. Ja, the sign in the trees. Now dig. Ik pak mijn schep. Hup, chest of treasure hunter discovered. Lekker hoor. We zijn ook verdwaald. Ik loop achter Cornelia aan, dat was een slecht idee. Ja, dat is nooit goed. Altijd achter mij aan lopen. Ja, ik was jou kwijt. En ik moet wat. Ah, de uitgang, dat is ook fijn. Hallo. Ik ga verven. Ja, maar lekker verven. Goed, nou heb ik deze kist. Ik open de kist. Wat zit erin? Directions of... Lekker hoor. Telt dit als afgerond? Klinkt. These new steps will continue the legendary trial of treasure hunting. Ah! Valid for one commemorative t-shirt. To the legendary monkey. To the forest gate. Nou, dan moeten we eerst weer het ding uit. Ik moet naar buiten. Ik weet niet waar jullie zijn. Ik zoek buiten. Hallo Pep. Hallo Pep. Hier. Hallo Pep. Kom. Ja, we moeten naar buiten. Ja, ik weet de buitenweg. Oké. Okay. Je hebt hem, hè? Ja. Hé, hey, volg je. Ah, ik zwem. Doep. Kijk, hier is de uitgang. Ja. Nou, legendary. Jig your way to the artist's shack. Dat is hier. Dan hebben wij, set your sights on the lantern pole. Nou. Oh, we lopen erheen. Er staat set your sights on the lantern pole. Er staat niet dat we erheen moeten lopen. Oké, sorry. Wij zijn enthousiast. Set your sights on the lantern pole. Now dance to the right. Find a fallen soul. Vinden we hier een fallen soul? Ja, hier links. Hier, ja. Ja. Blades point the way, so don't start flagging. Dance down the trail to the lonely wagon. Hier zo. Dan hebben we... Now spin on your heel, there's no mistake. Two dead giants mark the path to take. Okay, die twee dode bomen, denk ik. Ja. Yeah. Dance down the slope to the fisherman's rest. The hook of his line shows where to dance best. Nou, hier denk ik. Lekker hoor. Ja, als we samen graven gaat het sneller. Zo, wat zit daarin? Het is nog niet afgelopen. Het zal wel. Part 2. At the bumpy bridge, you'll start your dance. Dat is de bumpy bridge. Dat is niet hier, denk ik. Ik heb hier een bumpy bridge. Oké, okay, nou dan beginnen we daar. Wacht tot iedereen er is. Hallo, Pep. At the bumpy bridge you'll start your dance, then south, down the trail, you need to prance. Kompas. South. Is rechtdoor. Okay. A fork in the path, two roads in the night, dance down the way which the tree makes bright. By the eerste fork in the road. Ja. Hier. Maar dat is... Dus deze kant op? Ja, dus de lichten volgen. Dan is stap 3. Weave through the trees. Jig to the spot where folks take their ease. Dus we komen bij een campfire, denk ik.
kampvuurtje. Ja, hier. Oké. Okay. En bij het kampvuurtje zegt hij... peer through the trunks to the distant lights. Start for their glow, then spin to the right. Deze. Ja. Spy the lover's tree. Spin to the right. Here's the lover's tree. Ja. Carla staat er. Dat is de naam van de swordmaster. En daar vinden we de volgende kist. Lekker graven. Nog meer instructies. Waarom kan ik die niet oppakken? Oh hier. Dance from the heart southwest to the bay. Then zip through the air in the legend's way. Kom kip. Southwest, de andere kant op Marjolein. Echt? Ja. Jammer. From the heart southwest to the bay. Dat is southeast waar jij loopt. Oké. Okay. Tenminste, dance from the heart southwest to the bay. Southwest is deze kant op. Hier is ook een zipline, ja. Bij Cornelius. Oké, ik ben daar nog niet. Het is wel de bay ook. Oké. To the bay. Dan staat er zip through the air. The legend's way. Dus we gaan die zipline gebruiken. Onze kippen. Even kijken. Turn your back to the moon. Look down below. Dance to six flags. Back to the moon. Ja. Look down below. Dance to six flags in the torchlight's glow. Daar beneden. Er zijn er zes vlaggen. Ja. Dit is Stan's previously owned vessels. Dance past the wrecks, script through the night, till a monster's meal is in your sight. Past the wrecks. We lopen gewoon door. Stan staat daar. Till a monster's meal is in your sight. Ja, hier. Hier is de troll. Oh ja. Yeah. Die heeft een de red herring gegeten. Oh ja. Over the bridge, through the broken cart. Over the bridge to the broken cart. Then spin to the right. Spy the light. Take heart. Broken cart, spin to the right. Spy the light. Take heart. Slip through the rocks, you've done just fine, dance in the warmth of the lantern's shrine. Shine, sorry. Spy the light, hier links. We moeten denk ik hier naar boven. Of niet? Weet ik niet. Spy the light. Hier is ook een light. The warmth of the lantern's shine. Dat zou deze lantern kunnen zijn. Ah, misschien moeten we daar naartoe ziplinen. Vanaf boven. Ik weet niet waarom, maar... Geen idee. Ik vind hier nu niks. Over the bridge to the broken cart. Spy the light. Zou hier wel kunnen zijn. Het is allemaal inrichtingsverkeer volgens mij. Mm-hmm.
En hier kwamen we vandaan. Hier zijn we naar beneden gegaan. Dit is gewoon naar boven weer. Okay. Dit is de eerste zipline die we hebben genomen. Oké. Okay. Dan is het misschien niet goed. Nee. Dan gaan we weer even terug naar die kaart. Slip through the rocks. Daar gaat iets mis. We moeten ergens tussendoor, denk ik. We hebben een kaartje. Ja. Daar is die kaart. Mm-hmm. Hier is een broken kaart. Dat is van die hier, broken kaart. Kom. Hier. Oh ja. Aha. Oh ja. Cool. En dan? Hier. Zijn we er al? Oh. Even graven. Graven niet. Waarom heb ik niet zo'n fancy scap? Trophy of legendary treasure huntery. Hey Corina, praat. Why? It's even more spectacular than I believed. And it will make a fine ingredient for a most exquisite elixir. Oh, ze pakt hem ook aan, hier meteen. Nou, alsjeblieft. Ze hoeven niet met dat ding rond te lopen. Portal gedoe. Also, you have yet to op jullie hoofd. A legendary trial of thievery. Ja. A precious idol. Now lies in the hands. Ja, dat is hier bij die schepenhandelaar. Who must be outwitted before it can be claimed. Do not be discouraged by the legendary trial of the sword. Ja. Out in the forest, someone waits to guide your blade on its path to glory. Zij is weer weg. Oké, die schepenhandelaar, dat is Stan. Ja. Die heeft de idol of many hands. Jullie zijn daar al hier. Je vrouw was toch aan het praten, hè? Nee, maar dat is omdat die vrouw weg is, krijgen we dit. Nee. Ja, oké. Okay. Hij zijn nog niet in de buurt van de stand. Want hij heeft, als het goed is, die item voor ons. En we moeten hem te slim af zijn. Dat is de bedoeling. My name's Stan, like on the side. And my day just got 10 times brighter now that you're here. You don't need to say anything. I can tell you've heard all about the amazing treasure in my possession. Klopt. Well, just between us, the rumors are true. Each and every one of the beautiful boats you see here is a true treasure. That's the Stan S. Stanman guarantee. So tell me, how can I make you the deal of a lifetime? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? Trust me, I want you to leave here happy. Why not start by taking a look around? If you have any questions, I'll be right with you. I get it. Buying a ship is... Well, that's why the sign says Stan's. Unfortunately, I can't take on any gold. No, no, no. But hey, that shouldn't stop you. We kunnen hier een piece of eten stoppen. Krijgen wij grog. Oh, hey, that reminds me. Well, be sure to let your old buddy Stan know when you have. Oh, that. That's just a fork. It's like I always say. Just kidding. That's a seriously, don't worry. Tell you what. If you're sailing a charming replica, isn't it? Almost as good as the genuine article. Oh, ik wist niet dat hij dat zou doen. Like you wouldn't believe. So, ik weet überhaupt niet wat jij hoort. Not for sale. And before you ask, ik ben eerst een gesprek aan het voeren met iedereen. Maar jullie lopen alle kanten erop. Ik heb 2 stappen naar rechts gezet. Oeps, don't mind me. Oké, mijn gesprek met deze man is nu beëindigd en kan ik niet meer hervatten. Love that enthusiasm. But what say we match you with the ship of your dreams before we talk about those amazing upgrades? Hey,
How about a little breathing room? Misschien moeten jullie die man even weglokken. Hier hangt zijn sleutel van zijn office hangt hier. Concrete instructies. Company policy. Als ik die man meeneem, jij dan de sleutel pakt om de hoek, dan ziet hij dat niet, denk ik. Oh ja, pak hem, Corné. Cannot take Stannis watching. Oh. Huh? Hoe dan? Hij loopt helemaal daar. I know. It can be so hard. Dan moeten we hem op een andere manier afleiden, denk ik. Ik kan dat wel doen. Als jij bij de sleutel staat, dan ga ik hem afleiden. Ja, gewoon bij de zo ver mogelijke boot. I'll just be squeezing past. Oh ja, past hij komt nu niet uit. Get up, take the key when Stan watching. Dan schiet ik hem neer. Maar er moet toch een manier zijn om dit te doen, want je moet het ook alleen kunnen spelen. Kan hem nu pakken? Ja. Nee, I can see you over there, zegt hij. Helemaal in het begin zei ik, je kan hier een piece of eight in stoppen en dan krijg je grog. Ja. Oh, dat heb je ook gedaan. Okay. Ja, maar ik heb nu die grog heb ik nu niet. Ja, die ligt hier op de grond. We moeten op de een of andere manier aan zijn sleutel komen. Die kunnen we niet nemen als hij kijkt. Dus hoe krijgen we die man hier weg? How'd Stan get a hold of a beauty like this? Well, I'm afraid a good entrepreneur never reveals trade secrets. What matters is that she's the fastest ship on the planet. Stan is occupied elsewhere. 100% free from cursed animals. Though I gotta say, she doesn't come cheap. Oops, don't mind me. I get it. Buying a ship is a big decision. Take. Hij staat nu hier, maar kunnen we verder iets met hem? Ik. Cannot take the key with Stan watching. Ik kan nu ook niks doen, want Stan is occupied, zegt hij. Misschien kunnen we op hem kotsen. Lightweight, nimble, slightly transparent. She's got it all. I'll just be squeezing past now. Nou gaat hij ergens anders naartoe. Would you mind getting out of my way? Oh ja, we kunnen hem vragen naar verschillende vessels nu. Misschien als we deze pakken, dat hij dan daarin loopt. Oh nee, Stan is occupied elsewhere. Ik We've been getting some great deals in stock. Ah, this is one of our compact models. But what she lacks in capacity, she makes up for in convenience. Her star feature is the drink dispenser attached to the back. Why sail all the way to a tavern just to fill your tankard when you can have grog on demand? Unfortunately, I can't sell this one right away. Some lout jammed a doubloon in the coin slot and we're waiting on replacement parts. Such a pity. Wat moet ik nou met die grog? Dat kan maar één ding. Take all the time you need. Er staat hier een grog fles. Maar ik wil hem naar deze boot lopen. Je zou denken, dan is hij om de hoek. Dan. Ja, dat was mijn bedoeling. Ik lok hem nu naar deze boot toe. Ik weet niet of hij hier om de hoek gaat komen. Nee, hij gaat bij dat bord staan. Magnificent, ain't she?
This is one of the most notorious and fearsome ships across the whole of the... Heb je gewoon al die boten langs? Nee, je kunt bij zo'n bordje, als je daar staat... Dan, weet je, dan kun je vragen stellen erover. Dus we moeten op een of andere manier hem afleiden. Maar waarom we dan die Grog hebben, dat weet ik ook niet. Nou heet deze boot de Grog Rowboat. Ja, omdat er een Grog machine op staat. Ja. Zou dat verband houden met elkaar? You can simply smell the history rolling off this beauty. Unfortunately, her logbook was heavily water damaged, so she's as mysterious as she is lovely. I bought her at a discount because none of her cannons are operational, but that makes her perfect for a pleasure cruise. Hey, how about a little breathing room? When you've made a decision, I'll be here. Dan staat hij daar. Ja, ik kan niet kijken. I get it. Buying a ship is a big... Oh yeah, I've seen all your ships. Let's talk financing. Our top of the line model is the Black. That's economics money. An example of our budget models would be the head. That's why it breaks my... Perhaps we can discuss some of... Sorry, but I couldn't possibly... All right, take it easy. If you must know, it would be told me that some unfortunate circumstances require him to set sail. And pronto. Listen, I've got a reputation to think of. If I pulled out of a completed transaction, Stan's previously owned vessels would be left telling you what. If you deal with Meat Hook directly and he gives you his bill of sale, I'll sign the headless monkey over to you. Everybody, if you hurry, you could probably still catch Meat Hook before he leaves. Kou van gratis. Maar dan moeten we eerst, dan moeten we dus Meat Hook vinden. Als we hier verder doorlopen, komen we volgens mij bij die Swordmaster. Oké. Die zagen we net al. Dacht ik. Dat is namelijk het stukje waar we zuidwest moesten naar de zipline. Maar waar we dan de andere kant op konden, dat is Meat Hook's huis. Ja, met die pijl. Ja, precies. En die Captain Smirk, waar we kunnen leren swordfighten, dat zou dan ook ergens in die kant moeten. Hier is de ingang van het bos. Ja, dan was het hier rechts. Ja. Daar links zijn we ook nog niet geweest trouwens. Ik weet niet of daar wat is. Ik ook niet. Ja. Oh ja, hier is een keer een brug over. Ja, dit is Hook Island. Dus als we daar inderdaad met Meat Hook iets kunnen oplossen, dan kunnen we die boot regelen. Dit is trouwens waar je in de game het eerste kip gebruikt. Daar links is ook wat. Ja. Kleurtjes. Klinkt omineus. Say hello, Roger. To be amazed by the natural wonders of Meat Hook's astonishing animal attractions, you're too late.
We're out of business, and soon I'll be out of business for good. Cannot search without permission, staat er bij de kastjes. Well, I told you, Wick, not so long ago. But then, LeChuck's crew, I got so mad. Sure it worked. De beast heeft hier het over. Het was een papegaai. Are you kidding me? The only one around here who's fearless enough. Obviously, he was the first person I... Oh, yeah? Well, you'd think he'd be a lit... Of course, he did. You don't need to tell me. Nope. It's only going... It breaks my heart. Go outside or... Sorry, but that shit belongs to me. You are... Even if you could somehow tame the beast. Wow. You really mean it? Okay, let's do it. But I'm in shock. First things first. No, that we need to fix up that cage. Get rid of those broken cutlasses. And find some planks to repair the door. Kijk, we moeten deze kooi repareren, zegt hij. Oké. En we zoeken hout. Zoeken we buiten. Ik denk het ook. Zegt hij. Ah, Corné heeft al hout. Lekker. Oh, hier, ja. Waar is hier? Om het hoekje van de... Oké. Okay. En nu? Hebben we alles gerepareerd? Weet niet, dat moeten we er meer repareren. Hier, zijkantjes. Oh! Oh, mother of pearl! The lever that shuts the door is broken. We need some kind of handle. We'll need some kind of handle. We moeten een handle vinden. Zo. Kijk hoor. De zeldzame dweilboom. Zo. Okay, listen up. This next part is of the utmost importance. Concentrated banana grease. To bring me some concentrated banana grease. It has to be the banana kind. You got that. Waar gaan we het vandaan halen? Geen idee. Als jij bananenvet had, waar zou je het van bewaren? Ah, hier misschien? Lekker hoor. Ha! You found it! This stuff goes great with a bowl of the captain's crunch. Bossing you around has given me an appetite. Okay. All that's left now is to capture the beast. Its lair is in a cave near here, but you'll be torn apart if you go in unprepared. Lucky for you, there's a shanty that helps to quell its murderous rage. I have the tune written down somewhere. We moeten op zoek naar bladmuziek. Oh, Summon the Beast. Dat is een editor your radio. Ik wil tech zakken. Dan moeten we eerst naar het lair van de beast. Dat zal hier zijn bij die omineuze rode lampen. Lijkt me ook. Hier staat ook een... Oh nee. Boven misschien? Dat ziet er lerig uit. Oh, ik loop ook tegen de trap aan. Is hier al een omineuze schaduw? We doen Summon the Beast. Het was een heel klein vogeltje. Ja, het is een papegaai in de originele game. Go
Ja, daar is hij. Daar is hij. Zie hem gaan. Bravely pick up the beast. Ja, dat hebben we. De enige echte. Dan gaan we die even terugbrengen naar meneer Meathook. Ik kan niet rennen met dat ding in mijn hand. Dat dacht ik al. Don't just stand there. Get it back in the cage and shut the door. So. Aww. I don't believe it. You have the guts, the courage, the sheer audacity to face down the beast in its lair and wrestle it back into captivity. And you're still alive. Yeah. Now I can rebuild my shattered dreams and make this place the tourist trap it was always destined to be. Here, take my bill of sale. I don't need a ship anymore. Kijk. I'm staying right here on Hook Island to guard the beast and rake in the silver. Kijk, dan moeten we die weer naar die dude brengen. Denk ik. Die schepenhandelaar. Kijk wat er in het boek staat. All transactions final. Ja. Dan gaan we weer naar de botenmakelaar. Goed. Zo. Dan zie je één toch? Linksom toch? Ja. Ja. Deze weg hadden we net mogelijk ook wat sneller kunnen afleggen. Ja. Dit is de swordmaster trouwens ook hier. Laten we eerst die boot doen, daar waren we mee bezig. Het huis hier is de swordmaster. Ik ben nu aan het wijzen naar mijn scherm, dat kunnen jullie niet zien. Stan, ik heb spullen gevonden. Ik loop tegen een boom aan. Kijk, ik kan met hem praten. If you hurry, you can probably still... Kijk, we hebben de bill of sale. Aren't you the shrewd negotiator? Daar gaat er vandoor. Congratulations. And now that you've got a ship, it's time to talk about all the extra features you'll be needing. We've been getting some great deals. Hey, ik ga met hem praten. Dan kunnen jullie misschien een sleutel meenemen. They're actually reserved for a very important client who's one of my most loyal customers. But you know what? I really feel like we've bonded today. There's a genuine connection forming between us. That's why I couldn't bear to see you go into battle without these cannons. I just don't know how I'd live with myself. If you want them, they're yours. Or did you have a different purchase in mind? These are bargains from any... Nee, je blijft gewoon lekker praten met die man. Screams pirate, like standing at the helm of your ship, gripping the wheel tightly as you steer this way and that. But tell me, have you thought what would happen if that wheel suddenly exploded, skewering you with a million deadly shards? I've seen it happen. That's why I always keep at least one of these in stock. You're not just buying a new wheel, you're buying peace of mind. You can't put a price on that. Now, has anything else caught your eye? Ooh, one of these beauty... Waarom hebben we die drank? Now, I know what you're thinking. You're thinking, Stan, my ship already has a capstan. But you know what she doesn't have? And beer. She doesn't have a bona fide obsidian capstan with improved ratcheting, easy glide rotational action, and custom grip intensifiers, of course.
You've heard the saying, weigh anchor. Well, this, my friend, is the only way to anchor. What else can I show you today? What else can I show you? Wil je nog iets verder? Ja, ik lok hem steeds verder weg nu, ja. We staan nu bij de kast. Now this is an item for the discerning ship captain. Why cram all your outfits in a moldy old clothing chest when you could store them in stock? Oh, ik ga hem in die kast stoppen. Ah. Denk ik. Net als in Monkey Island. Kijk, is it big enough to play hide and seek? Sure, absolutely. Kijk, ik stop hem nu in die kast. Kijk, en dan doe ik hem op slot. Net als in de game. There, see? Plenty of room to hide. And I'm waving my Ik heb hem opgesloten in de kast. In fact, now that I think about dan nemen we de sleutel mee. Dan openen we de deur. En dan pakken wij hier de enige echte. Stan's Sales Ledger. Confidential. Transaction. Sale. Kuiper Streetfoot heeft het schip gekocht. Ja, dat wisten we al. Headless Monkey, Rowboat, Headless Monkey, Sea Cucumber, dat weten we nog. Ship was stolen. Insurance claim pending. Theft. Price, idle of many hands. Buyer had no money, so I took idle at payment. De idol die we zoeken, die heeft hij als payment. Die zit in de kluis natuurlijk. Open de safe. We moeten de kluiscombinatie zien te fixen. Staat het hierin? Left 2, right 2, left 3 ga ik invullen. Waar ga je dat nou left 2, right 2, left 3. Zo. Laatste pagina in de ledger. Daar was ik bij. Rechtsonder. Nee, niet in het questboek. In de ledger die op de grond ligt. Oh. Oh. Some questionable methods. Kijk, dan moeten we nu naar die swordmaster nog. Of many hands from its hiding spot. I shall use it to pep the potency of my potion. Ja, dan gaan we haar die idol geven. Zo. Kijk, en dan gaan we nu naar die swordfighting man als ze klaar is met praten. Do not be discouraged by the legendary trial of the sword. Out in the forest, someone waits. Guide your blade on its path to glory. Die is weg. Dan gaan we naar het huisje hierboven weer. Was dat? Andere kant? Ja, dan gaan we weer terug met de zipline. Ja. Ja. Oh nee, dat huisje zelf moeten we in. Ja, precies. En daar gaan we leren sword fighten. Ja. Lijkt me goed. Hebben we wel allemaal onze legendary sword equipped van de quest? Nog niet. En dat kan hier bij de armory. What in the world? Disturbing me at this time of night. Ought to show a little respect. Where did I put this? Oh, there it is. Hij komt naar de deur. Kijk, daar is hij. What do you want? Bit of less. Well, less lit. Yeah, well, you heard wrong. Who do you think cut down the trees, playing the wood? Because I thought maybe I could keep. Now let me guess. You want? Listen, there isn't a pirate alive, better. But business has been slow since Guybrush. You do, huh? Tell you what, it won't help you match up to the legend of Monkey Island. If that is, you can prove you're serious. Present your That's sword. That's what I wanted to see. A blade fit for the legend of Monkey Island. I guess you can come inside. Nou, we mogen binnenkomen. Kom maar op met die robot. Gather your crew. I remember the day Guybrush Threepwood came knocking on my door. Just like you did. I thought he was a wimpy little maggot. Wouldn't last 10 seconds against the Swordmaster. Letterlijk wat hij zei in de game. Now, he's the legend of Monkey Island.
and a role model for pirates everywhere. Just goes to show what you can accomplish if you believe in yourself. So is it. Now, I'm sure you're a big fan, and the idea of facing a living legend churns your guts up inside. Well, I say you've got to face that fear and use it to make you stronger. Just want you to know I don't do this with just anyone, but I'm going to put you up against the legendary machine. Success. I have to sell the sword. I think we can skip the basics. You've come this far, and any pirate can swing a lump of metal around. Yeah. It's not just what you do, it's what you say. Yeah, insult sword fighting. Let's start simple. Use your sword to block the machine's attacks. Ja, doe ik al. I attack, you defend. Ja, kom maar. That's how this part works. Sla maar. Bam. 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 En nu? I attack your defense. Wat wil je van mij? Now it's your turn. Oh, attack the machine. Attack the machine. Yeah, machine. Pak je aan. Met je touwhaar. What if, while we were fighting, I were to suddenly say, my sword play will amaze you. New insult, man. Lekker, hè? That wasn't a retort. When I say, hij leert ons hier dingen. My sword play will amaze you. You should come back at me with something like, yeah, I'm amazed you've lasted this long. Be ready to block my attacks. Kom maar. Sla maar. Bap. Bap. Let's try another. My deeds are spoken of worldwide. Too bad no one's heard of you at all. Oh ja, nou kan ik kiezen uit de dingen die ik al geleerd heb, ja. No, no. Try something more like, well, everyone loves a good joke. Be ready to block my attacks. Ja, ja, kom maar. Duurt lang. Let's try another. Nog meer. My sword play will amaze you. Oh, die hebben we geleerd. Come at me again. En nu scoren wij punten. That's more like it. Now, try insulting me. Oh, ik zal jou eens even beledigen, rare man. I'm shaking, I'm shaking. Yeah. Hij zegt het foute antwoord. Dan is hij voor mij. En dan is het weer mijn beurt. Oh wacht, hij staat al op. Everything I can teach you. Ja. All you can do now is get out there and learn as many insults as you can. Here's a map with locations that are popular among sword fighters. Oh, en dan moeten we allemaal insults gaan leren overal en nergens. When you're ready to challenge the sword master, you'll know it. Lekker hoor. I should probably fix up the machine. It's been a long time since it's taken such a beating. Now go on, get out of here. Kijk, dan moeten we nu dus gaan vechten met random mensen op straat. Finding opponents. Some places are hotspots for insult sword fighting. Look for green lanterns. Oké, nou dan moeten we naar buiten. Ik zit vast. Unstuck button? Ja. Als je pech hebt, dan poortje naar het schip. Ja. Met een dik voor het bankje, Corné. Ja. Ik zie wel dat, hoe heet het? Die insults, die moeten we wel zelf onthouden. Die staan niet ergens. Ik weet helemaal niks.
Maar we hebben net twee dingen geleerd. Jij hebt twee dingen geleerd. Ja, ik heb het ook opgeschreven. En we moeten nu op zoek. Hé, hey, ik hoor Murray praten. Ik hoor ook Murray. Huh? En we moeten nu op zoek naar spookpiraten. Hier hoor je Murray. Oh, hier. Hier is een groene lamp ook. Oh ja. Hier ligt hij. Spots like this are great for sword fighting contests. Talk to Murray. Did you come here to talk or did you come here to fight? Hij wil vechten met ons. Chance to use an insult of your and if you were to. Nou, kom op. I smell another sword fight. Let's see how cruel you can be. Kijk, er komt een geest. I'll Ghost Pirate. Turn down a good fight. Need to catch your breath. Daar heb ik nog geen antwoord op. I see an opening. Hey, grenade. Come on, put your back into it. Geef insults. My deeds are spoken of worldwide. Oh, dat antwoord had ik al geleerd. Hier, noob. Pak deze damage. Lekker. Really hurts. If you're going to insult me, make it quick. En daar heb ik nog geen antwoord op. Only from laughing at you. We leren weer nieuwe insults om met deze mensen te praten. I've met pigs that are scarier than you. Kijk, dit zijn allemaal dingen die we nog niet kennen, deze spreuken die hij uitspreekt. Ja, maar dan heb je wel meer voor de volgende. Ja, ik heb verloren ook. Ja. This is too easy. Maar we hebben inderdaad wel nieuwe dingen geleerd voor de volgende. I guess we're about done here. We're about done here. Dus, dan gaan we gewoon verder naar de volgende. Ja, op zoek naar de volgende Green Lantern. Het is jammer dat we de insults die we geleerd hebben nog niet... Oh. Er is een kaart met opponents. Ja, dat klopt. Op zich is het gewoon deze route volgen en dan vind je vanzelf. Ja, ja. Rondje lopen. Het is bij groene lantaarns, wordt er gezegd. Ja, hier is hij weer, Murray. Did you come here to talk or did you come here to fight? It's sword fight time. Nou, kom maar op. Let's see if your comments are more cutting than your cutlass. Volgende fight. Geef mij dingen die ik geleerd heb, Ghost Pirate. Think you can beat me? Let's find out. I see a sword, but I don't hear insults. No, there comes he. Glad to hear you stay in touch with your parents. Bekende insult uit de andere game. Welke muziekje ook. Ja. I'm here to take your life. En die hebben we ook nog niet geleerd. Nee. No. I see an opening. Het telt voor mij weer als falen. I don't get it. Kom, geef mij meer insults. Ik moet dingen leren. Praat tegen mij. Need to catch your breath. Die hebben we wel geleerd. One more and you're finished. Kijk, nou kan ik hem damagen. Want ik had het goede antwoord. I don't know what to say. Nou mag ik weer wat zeggen, denk ik. Of niet? Ja,
Kom maar, Ghost Pirate. I see a sword, but I don't hear insults. Ja, nou mag ik. Insult. Even kijken. Deze ken ik nog niet. It's about time you got one. Yeah, there's no sport fighting you. Kijk, hebben we weer een vraag en een antwoord geleerd. Looks like you could use some more training. En dan moeten we door naar de volgende. Waarom heb ik een emmer in mijn hand? Dat weet ik niet. Maar we hebben nu wel weer twee nieuwe insults en antwoorden geleerd. We moeten weer op zoek naar de groene gloed. Dan komen we vanzelf tegen als we een rondje blijven lopen, denk ik, hè? Hier. Ja. Komt hij uit het bosjes klappen dan? Lekker. Nou, Murray, kom maar op, daar gaan we weer. Remember, be fearless, be relentless, and be insulting. Daar hebben we hem weer. Hey, I've got a bone to pick with. I'm here to take your life. Nou, daar had ik al antwoord op. Hier. Waar staat hij? Hier. Hey, you're not bad at this. You're not bad at this. Dat dacht ik. You were so mean. Lekker voor je, Ghost Pirate. I see a sword. Lekker, nou mag ik weer wat gaan zeggen. Die hebben we al, die weten we al, die weten we al, die weten we al. Alles wat we kunnen zeggen weten we al. Hij heeft geen antwoord. Hier. They're speechless. They're speechless. Well, say something. Daar gaan we, volgende ronde. Finish. Oh yeah. Hij heeft weer geen antwoord. Ooh, that one has a sting. I wasn't ready. I wasn't ready. Hoppa! Ah, een victorie geluidje. Nope. Ja, Murray. En nu? You did it. I'm almost impressed. Van alles wat die gasten zeggen, hebben we nu al de goede antwoorden. Dus we hebben niks nieuws meer. Dus misschien leert een volgende persoon ons weer een nieuwe insult. Ik denk dat dit nu de bedoeling is, totdat de game zegt, je weet genoeg. Hier is geen geest. Oh jawel, hier komt er nu eentje. Ja. Hi Murray. Did you come here to talk or did you come time for another fight? Remember, be fearless, be relentless and be insulting. Kom maar op, gasten. Met je hoed. Let's find out. No, face. Hey, nieuw insult learned. Lekker. Now's my chance. If I were you, I'd give up now. Ik heb een nieuwe geleerd. Kom op. Praat tegen mij. Need to catch your breath. Ja, die hebben we al geleerd. Hier. Oh, Noob. The anguish. Oh, Noob. The suffering. Do it again. I can't think straight. Nou wil ik graag praten. Cloud of insults already. Dan gaan we die gebruiken die hij net tegen mij zei. Kijken of hij daar antwoord op heeft. Oh, we've read that bad. I'm not surprised. Kijk. Weer wat nieuws geleerd. If I were you, I'd give up. Blijven leren. Weer een nieuwe. Weer een nieuwe. We hebben verloren. Maar wel weer een nieuwe geleerd.
Nou, op naar de volgende. I guess we're about done here. Hop, naar de volgende. Daar is de volgende lamp. Kijk, Murray komt hier weer uit de bosjes. Did you come here to talk or is it time for another fight? Remember, be fearless, be relentless and be insulting. Nou, we hebben één nieuwe insult geleerd. You'll rue the day we cross paths. I see a sword, but I don't hear insults. Oh, ik mag beginnen. Dat vind ik aardig van hem. Too bad you met me on dry land. Kijk, weer een nieuwe. Lekker hoor. This is getting embarrassing. Zo blijven we leren. Praat tegen mij. No one has ever beaten me in combat. Weer een nieuwe insult. We blijven leren. Now's my chance. Lekker man. Was that it? Ik moet zeggen, wel leuk dat ze weer nieuwe insults gemaakt hebben voor deze game. Ja. Anders was het heel makkelijk geweest, maar waarschijnlijk. Ja. Nou, praat tegen mij. Pigs that are scarier than you. Kijk, dat antwoord hebben we al. This doesn't look good. Ooh, that one had yeah, a echt voor je. Noep. Hey, no fair. Stop messing about and taunt me. Kijk, dan hebben we er nog eentje waar we nog geen antwoord op hebben. Dat is deze. Oh, so this is your first time. This has gone on long enough. Kijk, en dan hebben we nu weer van alles wat we gehad hebben het juiste antwoord. Better luck next time. Denk ik dat we zometeen het rondje wel aardig vol maken. Well. Dan kunnen we daarna, denk ik, moeten we de swordmaster verslaan en dan is het gebeurd. Wacht, daar rechts is een lamp. Ja. Yeah. Kom, Murray. Did you come here to talk? Here comes another battle. The hurtful remarks, the soul-crushing observations, they sustain me. Nou, kom op, piraten. Wij willen er een einde aan maken. No one has ever beaten me in combat. Hier, noob. Couldn't have said it better myself. Zeker goed. Lekker. That really hurts. That really hurts. Nou, lekker voor je. Of insults already? Zeker niet. Ik heb genoeg insults voor jou. Hij heeft geen antwoord voor mij. Oh, the anger. Oh, the suffering. Do it again. Hey, no fear. Ain't you got something to say? Jawel. Ik heb wel wat te zeggen. Only from laughing at you. Oh, daar heeft hij nog wel een antwoord op. Oké. Is that the best you can do? Dan zal er wel weer iemand wat nieuws komen. No one has faced me and lived. Kijk, dat antwoord hadden we ook al geleerd. Anguished grunt. Lekker voor je. You've not seen the last of me. Hoppa. Zijn we al goed genoeg, Murray? Not bad.
But you still need more training. Oh, moet een rondje afmaken. Nou, lopen we maar weer door. Ik zie daar al de volgende lamp daar beneden. En dan zijn we inderdaad al bijna rond. Did you come here to talk or did you time for another fight? Remember, nou, kom op. Be fearless, be relentless, and be insulting. Be insulting. I'll never turn down a good fight. I'll wet the floor with you. Hey, nieuwe insult. We hebben geen antwoord op. I see an opening. Barely even offensive. We blijven leren, we blijven leren. Need to catch your breath. Kijk, die hadden we al wel geleerd. Dan ga ik nu zijn eigen insult tegen hem gebruiken. I wasn't ready. Zodat hij ons het antwoord daarop kan geven. This is insult sword fighting, you know. Kijk, de nieuwe. Hope you're better at cleaning than you are at fighting. Kijk, dan geeft hij ons het antwoord wat we nog misten. Is that the best you can do? En dan denk ik dat we nu hier ook wel alles geleerd hebben. You're not fit to lick my boots. Nee, het is ook nieuw. This is your last chance. Oh. I'm gonna enjoy this. Nou. Weer een nieuwe geleerd. This has gone on long enough. Zijn we wel hierna dan al rond? Come find me when you're ready to try again. Nou, zou deze meteen tellen? Nee. Kunnen we niet hetzelfde lampje weer pakken? Volgens de map was er hier toch nog één? Waar hier? Weet ik niet. Ik dacht. Nee, wel bovenaan. Even kijken wat er gebeurt als ik terugloop naar dezelfde lamp. Of ik dan daar gewoon opnieuw een fight kan starten. Antwoord is nee, de lamp is nu uit. Deze dan. Hier doe ik een lamp. Oh nee. Het is een lichtlamp. Een lichtlamp, ja. Deze is niks. Ja, dan moeten we toch verder lopen, denk ik. Of terug naar de leerman. Ja, daar is hij. Daarom. Ja, hij zei aan het begin, you'll know when you're ready. En Murray zei net de laatste keer tegen ons, you need more training. Ja. Dus op een gegeven moment gaat Murray zeggen, je bent er klaar voor, denk ik. Ja, nou brandt die eerste lamp weer hier. Ja, daar komt hij weer. Did you come here to talk? Here comes another battle. The hurtful remarks. We hebben nu nog één insult waar we geen antwoord op hebben. They sustain me. Kom op, geest. I'll never turn down a good fight. Geef mij even antwoord op het antwoord wat ik nog moet. I'll be scraping you off my short. Hey, commendation unlocked, swordmaster. Lekker. If I were you, I'd give up. Dan denk ik dat we er nu klaar voor zijn. I'm the greatest fighter on the seas. Wow. Hier, lekker voor je. Oh, ik heb een pistool in één keer in mijn hand. Lijkt me niet de bedoeling. Who brings a gun to a short fight? I see a sword.
But I don't hear insults. Ja, hij heeft geen antwoord. Lekker voor hem. Sterf. I wasn't ready. I wasn't ready, zegt hij. Ain't you got something to say? Zeker wel. Hier. Now for the final strike. Nope. Hij is sprakeloos. Nou Murray, nou zijn we er toch wel klaar voor. We hebben de commendation unlocked. Zeg het Murray. I've seen enough. You might just be ready to face. Kijk, we zijn er klaar voor, zegt hij. Without being totally annihilated. Her location is a closely guarded secret, but I stole some instructions that should help you find her. Try and ignore the bite marks. Now go, challenge the Swordmaster, and bring them to their knees with a relentless barrage of your most merciless insults. De Swordmaster, dan moeten we die verslaan en dan zijn we er, denk ik. Questbook updated. Here's how to find me. Southeast of the Yellow Flower Grove is the path to my hut. Ja, we moeten weer het bos in. We moeten weer het bos in. Oké. Okay. En dan moeten we in het bos de Yellow Flower Grove vinden. Nou, die zijn we tegengekomen toen we de eerste route liepen. Naar de... Hoe heet het? Naar de Treasure Dig plek. Treasure Dig plek. Ja. Toen zijn we de Yellow Flower Grove tegengekomen. Dus die moeten we gaan zoeken. En dan denk ik dat als we de Swordmaster verslagen hebben, dat we er zijn. Is de ingang van het bos. Hier zo links om de hoek of niet? Ik denk het wel. Zo. Dan moeten we de Yellow Flower Grove zoeken. Volgen we even dezelfde looproute als net. Dan komen we daar vanzelf. Kijk, hier zijn de rode bloemen. Hier is die campfire. Daar moeten we dan doorheen. Lopen hier links. Lopen hier doorheen. Rode bloemen. Hier overheen. Hoppakee. Hier tussendoor. Kijk, de Yellow Flower Grove. Southeast of the Yellow Flower Grove. Pak kompas. Southeast. Dat is hierheen. De Chuck. There's a sign on the edge of the ravine. Check the back, and I mean carefully. Gather your crew before continuing. Corné? Corné. Sorry, ik ben verteld. Doep. Boomstam. Dan links.
Anders gewoon naar onze namen manoeuvreren. Ja, dat dacht ik de eerste keer ook. Ja. Niet te doen. Ja, heel goed. Yo. We've been in worse spots than this, Carla. Remember Port Royal? Hey, vijanden. You still owe me a new hat. Ooh, more company. Ripsheet. You myself. Will be a good clean fight. Hij beledigt mij. Jij weet wat je moet doen. Kijk, dat is een goed antwoord. Doe. Ja, we hebben nu dus andere insults met random antwoorden. Dat is hoe het in de game ook werkt. Hmm. Kom maar op met je insults. I'll give you a taste of my blade. Even kijken, dit zou kunnen. Hoe zou ik deze doen? Ja, weer goed. Lekker. Thanks for. Keep away from me. Ripsy. People tremble whenever I speak. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Hier, noob. Hij is ontblauwd. Ja. Hij oogt wat naker. Hier. Wegwezen. Bam. Kijk, Ripsy verslagen, geesten verslagen. Hallo Carla. That should send LeChuck a message. Don't mess with the legend of Monkey Island or his friends. This sure wasn't how I expected things to go. But now you can tell the pirate leaders you fought with the Swordmaster. Nobody ever said it had to be on different sides. And this medallion will be your a medallion. If you're trying to complete the three trials, you'll need it. Dankjewel, Carla. It seems LeChuck suspects something. But he'll not prevent us from creating a truly magnificent mixture. And Carla's medallion will play its part. Geven die ook aan haar, alsjeblieft. With this final triumph, you've gathered everything I need to complete the greatest elixir of my illustrious career. Return to my shop, and together we shall free Guybrush from his curse. Return to my shop. Nou, okay. Gaan we doen. Heb jij een andere route gevonden, Corné? Of wat is de bedoeling? Nee. Nee, dat heb ik niet. Ik weet wel dat we bij, als we links bij de lantaarnpaal gaan, dat we dan bij de mansion uitkomen. Links bij de lantaarnpaal? Ja, uit het bos. Oké. Ja, dus stap 1 is uit het bos. Maar dat is gewoon weer de weg terug zoals we gekomen zijn. Het is niet zoals in de originele Monkey Island dat het hele bos verandert als je verkeerd loopt. Nee, zo magisch is het bos gelukkig niet. Dan rechts. Over de boom staan. Hier eruit. Oké, okay. En dan links zeg jij?
Rechts. Eerst rechts en dan links. Oh ja, dat is die weg die we nog niet opgegaan waren. Oh ja. Waar we eerder niet in konden. En dan gaan we dus terug naar de shop, die ook hier is toevallig. En dan gaat zij ons weer helpen. Hier is ook groene mist overal. Wacht tot iedereen er is. Trial of discovery, a path home is revealed. Ja, ze heeft al die spullen, hè? Zo in die pot. Zo in die pot. From a trial of deceit, truth no longer concealed. Hè? Stalen beeld gooit ze zo in één borst. From a trial of the sword, new strength shall now impart. Guybrush and LeChuck. The fog that clouds the mind flees from the courage of the heart. Oh. It is time. Return to the governor's mansion and confront Guybrush. Together, we shall expose the legend of Monkey Island as nothing more than the tall tales of a would-be pirate lord. Moet ik die fles meenemen? Wat is de bedoeling? Oh ja. Dit geven we dan weer aan Guybrush, die fles. The Potion of Unclouded Mind. Red Bull. Maar Red Bull is niet echt goed voor je hersenen. Nee, klopt. Maar goed, aan de andere kant, we weten niet wat hierin zit. De deur zit ook dicht. Gather your crew. Oh ja. Ik ben er. Here, Guybrush. Ik heb drinken voor je. What's with all the commotion? I'm never gonna be able to finish my memoirs when everything's so noisy. Hey, I remember you. But the guards told me you'd left town. It has been a long time, Guybrush Threepwood. Far longer than you know. Perhaps you would do me the honor of joining us in a toast. For old time's sake. I guess a little refreshment couldn't hurt. What's in the bottle? My own recipe. Brewed for the legend of Monkey Island. Yeah. Well, I'll drink to that. Here, Guybrush. Drink dit. Cheers. Ugh, tastes like breath mints mixed with cat sweat. I think I'll stick to grog. Ugh, what's in this stuff? The truth. Oh yeah? Because I think the truth is gonna make me... Oh. Lekker hoor. Alle evil ghost powers verlaten zijn lichaam. Gaat niet goed met hem. Whoa, what the... why am I in the governor's mansion? Wait, I remember. LeChuck, his sword, and then... Everybody was there, cheering for me, calling me a legendary pirate just like I always wanted. But none of it was real. I've been such an idiot. We all have dreams, Guybrush. Sometimes the hard part is knowing that you have to wake up. Wake up? Elaine! Hey. Voor je geluiden. If LeChuck thinks I'm still stuck in his fantasy world, he won't be expecting me to hunt him down. Yeah, hij is weer blond. I'm gonna gather my things, find myself a ship, and rescue Elaine before it's too late. Your plan is bold. Lekker. Hij ziet er weer uit als zichzelf. The damned is vast. LeChuck's vessel could be anywhere. Now, if LeChuck's using memories of our past for his evil schemes,
There's only one place he'll be hiding. Somewhere I still know how to reach. It's time I went back to Monkey Island! I know you came here to save me, but I can't leave just yet. Listen, you fought off LeChuck's crew. You completed the three trials. I could really use your help. Now that the curse is broken, the people of Melee will no longer see Guybrush as the legend of Monkey Island. He'll need to make amends before he can depart. Return to the waters you call home. When Guybrush is ready to begin his journey, I shall make certain you are at his side. Lijkt me goed. Nou, dan gaan wij weer terug naar ons schip. Ja. Return to the waters you call home. En gaan wij Melee Island weer verlaten. Om dan in het volgende deel naar Monkey Island te gaan. Okay, explain this to me again. There's a legend of Monkey Island. Kijk, de portal is alweer geopend. Zo. Anker omhoog. Is er nog één dikke piraat? Ja, die is onder water. Wat vet. Ja. Handrembochtje. Heel. We ook onze outfit eraan. Klopt. Even uitdoen voordat we de portal ingaan. Dan zijn we de volgende keer normaal gekleed. Cornelie draait toch al de goede kant op. Ik ben nu in één keer gewoon goed aangekleed, dat scheelt. Zo. Hij is de zeilen. Oh, we hebben tegenwind. Dat is onpraktisch. Zeilen opzij. Ik kan geen andere kleren aantrekken. Oké. Okay. Oh, goed. Hou ik dit aan. Je moet je bij outfits moet je hem uitzetten. Take off uit. Uit! Ja. Oh. Oh ja! Je bent slim, hè? God slim. Heb ik mij laten vertellen. The quest for Guybrush. Tale complete. En dan eindigt daarmee ons avontuur hier in Melee Island. En dat betekent dat wij ons dan kunnen gaan klaarmaken voor het derde en laatste deel van de Monkey Island serie. Waarin wij LeChuck gaan aanvallen op Monkey Island zelf. Charge! We krijgen ook het Circus Superstar kostuum, zie ik. Voor altijd. Dat hebben wij verdiend. Ja, man. Dus dan gaan we jullie weer zien in de volgende, dames en heren. Ik zou zeggen, graag tot de volgende. Joejoe. Groetjes. Joejoe. Joejoe.